drugs. Wat zou je daar allemaal kunnen ontdekken? Wel, alles is misschien het enige juiste antwoord, want je vindt er Egyptische hiërogliefen, hedendaagse design, maar ook een 17e-eeuws notitieboek van Rubens of een wandtapijt van Walter van Merck. Acteur Axel Dazeleren blijkt een kunstverzamelaar te zijn en wij gingen met hem snuisteren op die internationale kunst- en antiekbeurs BRAFA in Brussel. Dat zou ik eigenlijk even goed van Vermeeken of van de Gustavus lid kunnen zijn. Maar ik hoop dat we eens naar een Brusselmens van tegenkomen, want dat is eigenlijk een grote fabriek. Oh, dat is heel goed, hè. Je kent natuurlijk een aantal staan op een gegeven moment. En wat fantastisch, want dit soort dingen, voor alle duidelijkheid, ik kom hier kijken, mijn budget lijkt meestal niet om die dingen te kunnen aanschaffen. Maar wat hier is wat er vandaag op de markt beschikbaar is, dus eigenlijk beste van de beste. Ik zie hem daar iets zeggen en dat vermoed ik van dat ik het niet ken, maar dat vind ik dat toch wel heel aantrekkelijk. Ah ja, ik ken het wel, dat is Le Corbusier. Ja, spelletje dat ik speel met mezelf. Ik wandel heel de tentoonstelling af en bijna beslis ik van, stel ik zou mijn kraag doen, welk schilderij of welke twee schilderijen pak ik mee? Dat is al mijn kans even die Le Corbusier. Ik ben hier altijd in mijn mokjes, ik bedoel. Dus daar komt een archeoloog naar boven, een Indiana Jones. In de nacht komt daar boven. Maar dat zijn dus echt een hieroglyf. Dat is minstens 4000 tot vermoedelijk 6-7000 jaar oud. Er moet toch niets leuker zijn om dat te kunnen ontzijden. Om hier al te kunnen komen en zeggen van, voilà, ik ben gisteren 200 gram per nacht op de markt genomen. Ze waren vandaan door, maar de oogst van vorige keer was niet goed. Het is ook wel een toppertje, hè? Deze. Een van onze grootste koppen is Alashinsky. Kleine Dwarke. En niet de kleine, nee, maar Gritje. Mogen ze mee? Iedereen mag mee. De Picasso, 1948. Miguel Bachelo, 82. Miro, 1938. Nu zien we dus van die Picasso. De oude Bordeaux staat. Van Lely, de nummering, van alles staat erop.